En Verrottier, aanvoerder van ADO onder 19. Vandaag de wedstrijd tegen AZ onder 19. Hoe belangrijk was deze wedstrijd voor jullie? Ja, vrij belangrijk. Aantal wedstrijden op rij niet super goed gepresteerd qua punten. En qua punten nu gaan we wel weer met de bovenste meedoen. En kunnen we kijken of we onze doelstelling nog kunnen halen bij de bovenste 8. Dus ja, het was wel een belangrijke wedstrijd vandaag. Oké, en nou, jullie hebben gewonnen. Hoe is deze overwinning eigenlijk tot stand gekomen? Ja, we hadden het goed voorbereid op de trainingen donderdag en vrijdag. We wilden ze vooral via de rechterkant laten opbouwen en dan aan de zijkanten vastzetten. En ik denk dat dat ook wel goed lukte. Het pakte wel goed uit. We voetbalden wel prima. Eerste 20, 25 minuten creëerden we niet echt grote mogelijkheden. Maar we voetbalden tot de laatste 20 meter best wel aardig. Toen scoorden we een mooie goal, een mooie aanval. Komt voor, die knik ik binnen. 1-0 net voor rust. Dus dat is sowieso lekker, net voor rust eventjes 1-0 voorkomen. In de rust eventjes nog wat neergezet, want we konden ze niet echt bij een achterbal vastzetten. Dat was lastig. Dus we gingen wat meer inzakken en vanuit daar probeerden we wat meer uit de counter te gaan spelen. En zo valt de 2-0 ook eigenlijk. Een dieptebal valt een beetje tussen verdedigers. Nou, die tikt Amin door. En die komt voor de goal en ik tik hem nog net binnen. Dus 2-0, dat is mooi. Ja, en dan gaan ze alles of niet spelen. Komt er veel ruimte achter hun verdediging. En dan ja, weer een uitbraak. En dan trekken we hem voor. Pakt de keeper nog van hun erg goed. En ja, uiteindelijk kan Dave hem nog intikken. Dus ja, mooie wedstrijd. 3-0 winst, belangrijk. Ja, want als je naar de uitslag kijkt, 3-0 lijkt eenvoudig. Maar dat was volgens mij niet, hè, vandaag? Nee, zeker niet. We hebben er wel erg hard voor moeten werken. We waren ook allemaal wel erg moe. Eerste helft, vooral tweede helft, zag je wel dat er veel ruimte voor ons kwam. Dus konden we wel wat makkelijke aanvallen ook creëren. Maar het was wel veel op en neer, dus veel meters maken. Maar dat is ook goed voor ons, dus prima. En zelf twee goals, de eerste twee goals in deze wedstrijd. Kan je daar wat over vertellen? Ja, zoals ik net zei, eerst was een erg mooie aanval. Kwamen van links, kwam de bal naar het midden. Openden we naar de rechtsbak Sam en die gaf hem in één keer voor. En ik knik hem binnen. Het was een hele mooie aanval, gewoon teamdoelpunt eigenlijk. En de tweede, ja, ik zag hem diep komen en ik zag Amin tussen een aantal spelers in. En die bal viel er tussen en ik liep door en ik kon hem nog net intikken. Dus die tweede was een makkelijke goal eigenlijk, maar die tellen ook. Ja, absoluut. En ik denk dat je dan ook zelf terug kan kijken op een goede wedstrijd. Ja, denk het wel. Twee goals, belangrijk geweest. Ook wel redelijk balvast geweest, dus ik denk wel een goede pot gespeeld. Ja, dan heb je nu deze 3-0 tegen AZ op zak. Mooie overwinning. Hoe kijk je dan naar de komende wedstrijden? Ja, zoals de trainer net na afloop zei, eigenlijk zijn dit bonuspunten. Want ja, AZ is normaal wel een sterke tegenstander. We winnen hem goed. Volgende week staat Almere op het programma. En als je die wint, dan zijn het echt 3 bonuspunten. Dus de taak is aan ons om het volgende week gewoon weer te laten zien en die wedstrijd ook te winnen. En heb je daar vertrouwen in? Ja, zeker. Zeker als we kijken naar de laatste week op trainingen. Het gaat goed. We trainen scherp. We zijn met elkaar fel. Ook de jongens die erin komen. Iedereen doet zijn ding. Dus... ja, ik denk wel dat dat goed moet komen. Dus we kijken ernaar uit. Dan wens ik je veel succes. Dankjewel. Faisal Severi uit ADO Den Haag onder 19. Vandaag de thuiswedstrijd tegen AZ onder 19. Altijd wel een lastige tegenstander, maar 3-0 overwinning. Was het ook zo makkelijk? Nee, eigenlijk niet. Eerste helft heel moeilijk. Gewoon moeilijke kansen creëren. Veel opbouwen. Maar uiteindelijk gewoon 1-0 de rust in en goed eindigen, 3-0. Ja, en hoe komt het dan? Komt het dat jullie deze overwinning zo hebben uitgesleept? Ja, goed trainen. We trainen de laatste weken heel goed. En ja, we worden beloond ja, door goed ons best te doen. Wat vind je dat jullie deze wedstrijd verdiend hebben gewonnen? Ja, zeker. Eigenlijk wel. Ja. En op basis waarvan vind je dat? Ja, we hadden de eerste helft maar 1 kans eigenlijk gecreëerd. En we hadden ook niet heel veel gecreëerd, maar we speelden wel beter dan de tegenstander. Ja, en ik denk ook op de juiste momenten de doelpunten gemaakt, toch? Ja, klopt. 1-0 de rust in is lekker. Ja, precies. Hey, en als je kijkt naar je eigen wedstrijd, hoe zou je dat dan beschrijven? Ik speel tegen goede tegenstander, maar ja, ik heb gewoon mijn ding gedaan en gewoon veel in de bal gespeeld. Veel mensen diepte ingestuurd en ja... tevreden gewoon. Oké, en waarom was deze wedstrijd belangrijk voor jullie? We zijn nu van de 12e plek, zijn we naar de 8e plek volgens mij gestegen. En nu maken we kans op de winnaarspool. Dus nog een paar belangrijke wedstrijden zometeen vlak voor de winterstop. Ja, zeker. Wens ik je veel succes bij. Dankjewel.
Bedankt.